Toen ik hoorde dat de grote overzichttentoonstelling van Jeronimus Bos in mijn hometown zou plaatsvinden, toen ben ik me heel erg gaan verdiepen in zijn werk. Iedere keer kwam ik toch weer terug op het prachtige drieluik, de Tuin der Lusten. En dat is uiteindelijk de uitgangspunt van mijn nieuwe collectie geworden. Mijn collectie heet Bosch by Adi en staat voor drie verschillende vrouwen. De ene vrouw is Heaven, dat staat voor het blauwe gedeelte in het schilderij. De tweede is de natuurvrouw, het groene gedeelte. En de derde is het witte gedeelte met het ei, die eik, als centraal punt. En dat staat voor de mystieke vrouw. Nou, jullie gaan alles zien vanavond in een prachtige show. Uiteraard ben ik er een jaar mee bezig geweest. En ja, om het hele werk te ontleden en om het naar mijn hand te zetten. Want mijn vrouw staat voor positiviteit, voor romantiek, voor vrouwelijkheid, voor glamour. Dat was dus echt een mooie uitdaging om dat toch terug te zien in de jurk. En dat het toch echt wel een Bosch-jurk was. Maar dan met de handtekening van Adi. Ik hoop dat jullie vanavond gaan genieten. Voor mij was het een echt prachtig project. En het gaf mij weer als ontwerper, het gaf mij weer een andere richting. Andere stofkeuzes, ander gebruik van stoffen. En u gaat het vanavond allemaal zien. En ik wens u een hele fijne show toe.